Oh my god, ouwe. Foster. Niet campen, bro. Niet campen, gast. Jongere mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Run. In deze video gaan wij de nieuwe Solo Blitz Game Mode doen. En we gaan dan lekker naar Retro. En het is best wel lang geleden dat ik weer een video heb geüpload op deze manier, zeg maar. Het is alweer eigenlijk 3 weken geleden. Het is eigenlijk weer veel te lang. Jongens, we gaan naar Retro. En ik ga gelijk dan even deze Game Mode uitleggen voor jullie. Deze game mode heet Blitz. Je hebt het ook in het squad vorm. Dat was het zeg maar eerst. Maar nu is het, kan je het ook solo spelen. Zoals je ziet zie je dat er al een cirkel gaande is op de map. En je hoort al dat de storm aan het krimpen is. Dat het zeg maar naar de cirkel toe gaat. Er is dus al een safe zone gaande. Dat is super dope. Je krijgt heel veel bouwmateriaal als je zo'n pakketje hout bijvoorbeeld oppakt. Dus alles is zeg maar pushen en gewoon rennen voor die safe zone. Want dat ding gaat heel erg snel. Jongens, we gaan even een mooi huisje pakken. Ik ga dit huisje niet pakken, want dan gaat iemand anders. Ik ga hierheen. Hi, hoe is het? Ik zie al een tactical bovenin. Dat is dope, pisteltje. Hoppa, lekker. Hoppa, AR. Dit is lekker. Oh, we hebben een goed huisje uitgepakt. Super dope, man. Kom op, even hier. Die tactical, dankjewel. Voor je kissie. Bam. Oké, jammer. Zoals je ziet krijg je dus overal wat je... Oh my god, we hebben heel veel geluk, jongens. Oké, dit gaat al super dope. Chill. Een goede loot. Maar wat ik dus wel zeg is... dat je heel veel bouwmaterialen krijgt ook voor dingen die je sloopt. Dus dat is best wel chill. Ik denk dat ik zo snel mogelijk die kerel maar een beetje ga pushen. Die nu heel weak is. Hop, gooi hem een granaatje erachteraan. Hop, nog eentje. En nog één. Dan gaan we het wel leren. Oh, die sluit ik weg. Wat doe je nou, enemy? Ik ga hem pushen, man. Die kerel is doodverklaard. Oh, hij gaat op het dak. Wat? Doei. Arme kerel, man. Hij kon helaas helemaal niet. Holy shit, dat hadden we goed gedaan, man. Die push was sterk daar van ons, man. Damn, son. Chill. Nice. Hij heeft ook een blauwe tag. Dat is lekker. Dan hebben we weer een betere tactical. Nice. Oké. Chill. We hebben al 1 kill in de pocket, jongens. We hebben goede loot. We hebben een scar. We hebben een blauwe tactical. Dat is wel chill. Misschien nog even een pump shot kunnen. Dat zal wel even chill zijn. Oké, lekker. Nou, dan gaan we even hier naar boven. Oké, dat lukte net niet. Dat faalde wel heel hard eigenlijk. Nou, ik weet dus niet of er nog meer mensen in retail zitten. Ik weet wel dat wij nu in de volgende safe zone lekker safe zitten, man. En dat is chill. Die mag wel weg. Oh, ik wil die pistool wel meenemen. Oké, nice. We zitten dus ook weer veilig voor de... Pistool dan maar. Oh my god, wat het... Jongens, de loot. Nergens over te klagen. Ze hebben de kelder natuurlijk geüpdate, dus het is wel chill. Ik zeg te vaak chill, of niet, jongens? In ieder geval, ze hebben die zandbergen hier weggehaald. Dus we, want die kist kon je nooit echt goed pakken. En dat hebben ze nu dus geüpdate. Dus dat is wel nice. Hoppa, wat shotgun ammo. Oké, lekker. We hebben goede loot. Voldoende goede items. Dat is wel chill. Ik zeg de witte. Ik zeg chill. Het gaat gewoon automatisch, jongens. Oké, ik kan hier net niet door. Dank u wel. Ja, ik weet niet eigenlijk. Oké, dit is prima. Precies 100 shield. Lekker, jongens. Oké, nice. 39 man erin mee. Oké. Lekker. Oké, lekker. Ik ga nog even een beetje de huisjes langs. Ik heb het gevoel dat het niet al te druk was hier in retail. Maar je weet maar nooit. Misschien kan er nog ergens een kerel zitten. Dus Dylan, wees op je hoede. Ik moet echt een pump hebben. Dat zal echt chill zijn nu. Te vaak chill zeggen in een video gaat fout. Hoppa, wat AR. Ja, neem maar. Ik heb het ineens achtergelaten voor boogie bombs. Boogie bombs kunnen namelijk heel geinig zijn. En kut voor degene die je push dan met die dingen. Oké, pump. Oh, oké. Doe je boogiebombs. Dat was wel heel kort, die boogiebombs. Ja, ik vind... Jongens, ik zweer. Pump shotgun, het zit nog steeds in me, man. Die pump is gewoon nog steeds chill om te gebruiken. Oh ja. Ik kan echt niet jenken om onze loot, hoor, nu. Het is echt insane goed, gewoon. Pump, tactical, paarse scar, paarse bolt. Holy damn. Nu alleen nog veel kills, want we hebben er nog maar 1. Ik ga nog even dit hondhuis langs en daarna boek ik hem wel wat verder de season in. Ik weet dus niet of er nog iemand in retail zit. Ja, dus. Doei! Wat deed die kerel dan? Oh my god. Nooit stilstaan in Fortnite, jongens. Nooit. Weet maar nooit. Zeker niet op zo'n open plek als die kerel. Wauw. Daar gaat de pump ook weer. Ja, nee. Grenade lounge is zo chill in solo's. Of in squads ook. Eigenlijk en overal wel. Grenade launch kan heel kut overkomen voor de enemies als ze aan het bouwen zijn.
Ik zeg je wel eerlijk, ik speel wel snel en we spelen goed, man. We krijgen goede loot. Het is lekker. Het gaat goed. 2 killtjes nog maar. Maakt niks uit. We gaan, dat komt vanzelf. 27 man mee, dus we hebben nog zat mensen om te kunnen killen. Chill. 3 AR's op een rijtje, man. Lekker veel ammo. Spy trap. Dank u wel. Die hangen even hierboven. Stel dat er iemand doorheen loopt. Kabam, in zijn nek. Hoppa. Kunnen we die meenemen? Ik ga naar de kerels en loot toe. Want ik wil dat even hebben. Vooral de bouwmateriaal is heel erg gunstig nu. Je ziet al hoeveel we hebben. Gewoon met dingen slopen. Niet eens veel hout pakken en alles. Het is gewoon echt chill. Ik zeg echt te vaak chill, man. Oh my god. Ik merk het gewoon aan mij. What the fuck? Oh, damn. En trouwens, jongens. In deze video ben ik natuurlijk gewoon aan het gamen nu Fortnite. Ik dacht van, weet je, ik heb het zo lang gemist eigenlijk om video's te maken voor jullie. Dat ik het gewoon weer heb overwogen om te doen. Alleen, er zit wel een disclaimer aan. Ik weet dus niet hoe lang ik het vol kan houden nu nog om steeds, oh, lastbed, video's te maken. Niet dat ik stop of zo, maar gewoon voor een bepaalde periode nu. Want ik zit in mijn examenjaar nu. En dat houdt dus in dat ik examens moet maken. No shit. En dat vereist veel leerwerk en concentratie op school. Dus daarom ben ik wat minder actief nu op het platform YouTube. Puur omdat school nu even veel vraagt, jongens. En ik wil gewoon legit in één keer slagen van de middelbare af. En gewoon een ding doen. Een opleiding wat ik zelf echt super tof vind om te doen. Daarom ben ik wat minder actief op YouTube. Zeker, ik heb nu nog geen examens, maar gewoon toetsweek. Dus ja. Maar, oh shit, hier is de 7 al. Wow. Daar moet ik natuurlijk nu ook voor strijden. Want ja, dat zou wel gunstig zijn als dat ook maar je kan. Ik zie nog een shield potion. We hebben gewoon te goede loot, man. Zijn vier. Oh ja, die zijn er ook nieuw in gekomen. We kunnen gewoon niet alles meenemen, jongens. Het spijt me. Er zit zoveel stuff in deze game nu gedouwd, weet je wel. Dat is echt niet normaal. Je moet eigenlijk gewoon legit een betere scar gaan pakken. Wil ik nog iets aan mijn loot hebben. Of een paarse tag. Of een groene. Oké. We zitten niet heel ver van de station af, dus ik ben nog lekker aan het looten. Oké, ik merk wel dat in Rietel, in dit potje zeg maar, eigenlijk helemaal niemand is opkomen dagen. Behalve die 1 en 2. Maar we hebben ook maar 2 kills. En ik zie daar een airdrop. Er zijn nog maar 13 man over, man. Oh, shit. Dit potje gaat wel snel voorbij, I guess. Oké, daar zit die airdrop. Kom op, even een RPG of zo. Oh my god, wat doe ik nou weer? Oh. Ja, dat was niet heel slim, Dylan. Ik moet hier even een slurp uitpakken. Even kijken hoe ik daar kom. Oké, kan ik hem hier? Nee, kut. Ik kan hem hier. Oké, openmaken. RPG, oké. En een slurp. Oh my god. Alles in één. Wat ik nodig heb. Van top tot teen. Oké, nice. Even niemand, hopelijk niemand hier. RPG. Dan wisselen we die even om. Daar is nog een airdrop. Ja, dat is wel sick aan deze game. Aan Blizz heb je namelijk komen heel veel airdrops in de map. Wat echt super chill is. Ik zeg weer chill, I know. Dat gaan jullie waarschijnlijk. Oh my god, wat ben ik aan het klunsen met bouwen? Dat gaan jullie waarschijnlijk de hele video wel horen. Meer rockets. Dank u. Ja. Ja. Waren die rockets nou gevallen, joh? Wel die rocket launcher. Nou, ik zie die rockets niet. Ik heb te veel goede loot. Oh my god, we hebben 1 HP. Nou, die 1 HP. Zullen we daarvoor. Ik ga gewoon die medkit daarvoor doen. Weet me nooit. Soms overleef je gewoon een fight door 1 HP, hè? Dus dit kan misschien heel slim zijn. Of we worden tijdens het healen gebonjourd. We nemen hem in. Nou, nice. Snipertje weer. Oh ja, kut. Ik heb deze al gebouwd. Lol, wist ik wel. En we hebben ook een launchpad, jongens. We hebben er zelfs 2. Dat is heel erg chill. Ik moet daar echt mee ophouden, man. I don't know. Ik weet niet wat ik een ander woord ervoor moet neerzetten. Ja, echt heel erg nice. Vet cool. Dankt. We gaan naar de safe zone. Laten we daar gewoon ophouden. Ik wil wel even nog wat kills hebben. Was dat? Paarse tech? Nee, weer slurp. Wauw, die konden we ook net innemen. Maar boeien. Oké, daar is wel een hele bouwkunstding gebouwd daar. Op de fabriek. Of daar net achter. Laten we maar daar even gaan gluren. Ik heb wel echt voldoende loot om eigenlijk van de afstandjes ook veel te kunnen doen. Sniper natuurlijk. Scar is chill voor afstand. En voor close range hebben we een tech en een RPG. Dat is ook wel lekker. Kom op, man. Ik moet wel even ergens iemand gaan vinden, hoor. Oh my god. Oké, daar is een twin tower op de berg gemaakt. Hier zit niemand, denk ik, meer. Of daar binnenin. Oh my god. Het is zo rustig.
Ik denk wel dat ik, als je echt kills wil hebben, je eigenlijk niet naar Rital moet gaan nu. In deze game mode. Ik ben maar 2 man tegengekomen. Oké, de rest zit... Oké, ik heb enemies gevonden. Daar. Let op. Ogen dicht. En ting. Ah, jammer. Dat was, het was te hopen. Daarachter zat er nog één. Daar zit dus een kerel. En ik weet één ding. Die kerel gaat niet van zijn plek komen. Want die zit daar heel erg chill. En ik zeg het weer. I know. Hey, het enige manier is om hem te pushen. Of met die RPG's natuurlijk. Nou, ik heb er gewoon even één heen. Wordt gepimpeld. Oh, dat is die kerel daarboven. I guess. Oh my god, ouwe. Foster. Niet campen, bro. Niet campen, gast. Ja, man. Oh, damn. Die kerel was wel sexy, ouwe. Ting. Hij bleef te lang pieken. Ding. Die headshots zijn zo mooi om te hitten. Wat doet iedereen dan? Zo hoog bouwen steeds. Oh, die was heel... Ik moet sniper ammo besparen. Oh my god, ik zit allemaal op te schieten. Hier is een airdrop. Ik hoop dat ik daar misschien een... Fuck, de Caesar komt al. Ah, kut, verred ik net niet. Nou, hier ook maar één. Oké, daar op de berg zit er één. Daar zo. Hij bouwt nog steeds... Oh my god, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Gaat hij naar rechts? Nou, oké. Daar zit dus een kerel. Er zijn nog 4 andere mensen alive. Ik denk dat iemand naar die toren daar aan het gaan is. Ik weet niet zeker. Nou, ik... Als ze maar gewoon de hele tijd in de C-zone blijven zitten, vind ik dat wel prima. Ik moet even een sniper kogels vinden, man. Psych! Wrong number. Hij heeft de paarse, daarom deed hij zoveel damage, ouwe. Oh, kut. Iets nog verder. Oké, nu neem hem in. Kut, daar zit ook nog een jug, hè. Even alles loot hier. Oké. De tactic, jongen. Oké, jongens, pas die tactiek toe als je hier in die situatie zat. Dat is zo chill. Oké, daar zit... Ik zeg weer chill. I know, sorry. Het spijt me. De saves gaan alweer over 19 seconden en ik moet daarheen. Chuck, Chuck, schiet even op. Dan pikken we die mee. Launchpad we gelijk weer naar de safe zone. RPG reloaden. Hij mag niet pieken. Psych! Snel erin. En er weer uit. Ik zit safe, jongens. Ik heb geen heals. Ik heb geen heals. Oh my god. Wat gaat hij doen? Hij heeft een launchpad gedaan. Oh my god, jongens. GG. Woo! RPG is zo overpowered, jongens. Oh, die. Hoe we dit al hebben overleefd, jongens.
Stik, ouwe. Voor de mensen trouwens die dit niet weten, ik had hiervoor even een inkompotje gedaan. Dit is dus een back-to-back solo win voor mij. Chill, man. GG, man. 6 kills, het viel wel mee hoeveel kills het was. Alleen, ja, weet je, het was Blizz, Rito. Ik had maar twee man die daar waren geland. Dus dat was wel wat minder fijn voor ons. Maar we hebben gewonnen met 6 kills. En holy shit, dit was nog best wel een spannend potje, man. Ik zeg je eerlijk, heerlijke snipe kill gehaald. RPG kills, want die dingen zijn zo overpowered. Dus wat? En ja, holy shit, jongens. Dit was insane. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker even een blauw duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super doof vinden. Vergeet zeker even abonneren op mijn kanaal. En jongens, we gaan richting de 30k. Holy shit. Bedankt allemaal voor de support. En tot de volgende video, jongens. Later, mensen.